warme welkom op deze ontbijtsessie van Café en DFG Shot by AI. De reden dat we dat georganiseerd hebben, is dat bij AI gaat alles heel snel, moet je kort op de bal spelen. Dus we hebben de mensen die daar dingen mee gaan doen, samengebracht vandaag. Als misschien mediamakers die heel creatief zijn, maar niet altijd de middelen hebben, is dat een grote kans. En je merkt dat die grote kans de bovenhand haalt. Het eerste wat heel belangrijk is dat VRT gewoon heel veel dingen uitprobeert in AI en bekijkt wat dat er waardevol is. En de dingen die waardevol zijn na een experiment, gaan we ook bekijken hoe doen we dat op een juiste en een veilige manier. De mediasector moet echt AI gaan omarmen omwille van de kansen die het biedt om creatief te werk te gaan. Nu, daarmee bedoel ik niet dat de AI zelf creatief is. Als we naar de mediasector kijken, daar hebben we makers die echt heel goede ideeën hebben. Maar misschien kost het nu heel wat mankracht om die dingen effectief te gaan maken. Die AI, die patroonherkenner, die gaat daar echt wel kunnen versnellen en een heel aantal dingen veel efficiënter gaan maken. Wij gebruiken camera's, geluidstechnologie, beeldtechnologie, we hebben make-up. Dat zijn allemaal al dan niet digitale of analoge tools, werktuigen waar een bepaalde expertise in moet ontwikkeld worden om die efficiënt en creatief te kunnen toepassen. Dus we gaan niet samenwerken met AI, AI gaat voor ons werken. We hebben het gevoel dat alles gaat veranderen. Maar er ook niks gaat verdwijnen per se. Het is gewoon een kwestie van een beetje aan te passen en te zien hoe je het kunt gebruiken in je voordeel in plaats van blind te staren op de nadelen. We hebben eigenlijk een Hollywood film kunnen maken in onze zolder, op die manier.